staat te popelen om te openen. Applausje voor deze opening. Ik ben hier neergestreken met naast mij Anneke van Ommen. En Anneke van Ommen is hier namens de gemeente om iets te vertellen over de werkelijke bedoelingen van dit Biesbosch Streekfeest op deze schitterende dag. Anneke, vertel eens, wat hebben jullie uitgedacht om dit te gaan doen? Ik heb samen met de provincie een evenement willen neerzetten dat iedereen laat zien hoe mooi het platteland is in de gemeente Drimmelen. En daar heb je speciaal deze dag voor uitgekozen met een bepaald thema dus. Ja, het Biesbosch Streekfeest draait helemaal om de Biesbosch. Drimmelen als mooie blauwgroene gemeente aan de Biesbosch. Dat willen we laten zien. En we willen laten zien dat het platteland meer te bieden heeft dan alleen het agrarisch gebruik. Maar dat er ook allerlei recreatiemogelijkheden zijn. En manieren waarop je kan wandelen, fietsen en genieten van het mooie platteland. Oké, nou heb ik af en toe even het idee gekregen dat het tegen een braderieachtig aan is. En toch is het dat niet. Wat is het verschil tussen een braderie en dit feest? Daar hebben jullie toch waarschijnlijk zelf ook over nagedacht. Ja. Dit is geen braderie, het is geen verkoop in de platte zin van het woord. Het gaat hier echt om het beleven en proeven van streekproducten. Boeren die presenteren hier hun aardappels, hun uien, hun aardbeien. Alle mooie kwekerijen zijn aanwezig. Dus je kan hier echt zien wat er in deze omgeving allemaal geproduceerd wordt. Dit is het tweede jaar. Wat is het verschil tussen vorig jaar? Dit jaar hebben we een trekpaardendemonstratie in plaats van schapen. We hebben een enorm maïsstolhof. Vorig jaar hadden we een strodelhof. Dus er zijn wat kleine verschillen. Maar ik denk dat het concept wel heel erg overeind is gebleven. Door allerlei plattelandsvariëteiten aan te bieden, zoals tractoren, paarden, roofvogels, alles wat je op het platteland kan vinden, dat zie je hier ook. Ja. Dit kost een hoop geld en ik weet dat de gemeente daar heel veel geld in investeert. Gezien de problematiek, hoe zitten we hier volgend jaar? Weer samen op deze hooibaal of wordt het dan wat moeilijker? Ik hoop wel dat we samen op de hooibaal zitten. Het grootste gedeelte wordt gefinancierd door de provincie. Er zitten wel heel veel uren van de gemeente Drimmelen in. Dus daar moeten we kijken of we dat volgend jaar weer zo kunnen doen. Of dat we misschien beroep moeten doen op ondernemers om daar wat extra tijd in te steken.
Oké. Okay. Nou, gaan we daar weer in. Maar je komt wel bij de uitgang hier langs. Ja. Oh, spiegelt op. Oké, gaan we doen. Yes. Zijn we er? Ja! Helaas! De WC Experience? Nee. Alle 13 janken? Nee. De flikker in. We zijn even aanbeland bij de stand van de radiotak van Omroep Drimmelen. En naast mij staat Dimitri Marcelissen. En die gaat even uitleggen wat zij vandaag doen. Nou, wij zijn hier dus ook op het streekfeest, Joost. En wij zijn live in de uitzending. En we maken verslagen, interviews. We geven gewoon een sfeerbeeld op de radio van het Biesbos streekfeest hier in Maarden. Oké, okay, nou heb jij een heel team achter je die jou daarbij bij staat, die allemaal een rol hebben. Zijn het er voldoende of zou je er nog meer bij willen hebben? Nou, op dit moment hebben we een leuke ploeg, maar mensen zijn altijd welkom. Want radiomensen of vrijwilligers heb je nooit genoeg. En het is gewoon hartstikke leuk om te doen. Ik sluit me er helemaal bij aan, want ook de televisiepoot van Omroep Drimmelen heeft graag nieuwe leden erbij. En vind jij dit leuk om te doen? Kom eens een keer bij ons kijken. Kijk op www.omroepdrimmelen.nl en je wordt altijd een stuk wijzer. Dat is Michiel. Michiel die werkt ook bij ons in ons bedrijf. Is ook valkenier. Ik ben Ruben. Ik train de vogels voornamelijk. Ik richt de vogels eigenlijk allemaal wel af. En het zijn er, we hebben ze pas geteld, Michiel, 108 roofvogels waar wij mee werken.
Die dieren hebben wij thuis in rennen zitten. En die vliegen we om de beurt, stuk voor stuk. Voor verschillende doeleinden. Die vogels worden ingezet voor overlastbestrijding. Die vogels worden ingezet, net als nu, een demonstratie. De mooie vliegbeelden van die vogels laten zien aan het publiek. En u er ook eens een keer zelf mee laten werken. Want ik geloof er alleen dat ze naar mijn handschoen komen vliegen. Maar ik geef straks ook een handschoen aan een van jullie. Mogen jullie ook eens proberen om zo'n roofvogel terug te roepen? En let goed op, als die vliegt, die vogel vliegt helemaal geruisloos. Hè? Dat is zijn manier van jagen. Het geruisloos, die muizen overrompelen. Gaan we kijken of ik een beetje meehelp. Er zijn vogels bij die ik gewoon al 20 jaar lang vlieg en heb. Moet je nagaan. Die vogels weten precies, als ik dit doe, als ik dat doe, doet die vogel zo, doet die dat zo. Druppels water komen uit zijn snavel, maar die weet dat hij gaat eten. Als je namelijk als gier kwijlt, als je een natte bek hebt, kun je sneller eten dan je soortgenoten. Heb je meer kans om dus te overleven. En heb je nou zo'n plek veroverd, bovenop zo'n stinkende, rottende gnoe? Dan gaat het maar om één ding, hè. Zo snel mogelijk vreten. Ik ga je laten ervaren hoe het klinkt en hoe het voelt om opgegeten te worden door zo'n gier. Kijk, wat ga ik namelijk doen? Ik ga dit stukje eten bij haar. De oren stoppen, de top, daar komt ie. Kom, in deze kant op. Hi, je hebt net een roofvogelshow gegeven. Wat voor vogels zagen we net vliegen? Ik heb diverse vogels gevlogen, we hebben valken gevlogen, we hebben buizerds gevlogen, arend, gieren, raaf, karakaras, van alles. Oké, en er was, op het laatst was er een vogel en die kwam niet meer terug omdat hij achter kraaien aangaan. Heb je dat goed begrepen? Ja, dat is een vogel waar ik normaal gesproken ook mee jaag. Dat is een slecht valk. En die vogels die maken hoogte boven je en dan duiken ze naar beneden op een prooi. Nou, we zitten hier in een weidegebied, het barst hier van de kraaien. Ze vlogen een berg kraaien op, dus die ging daar even kijken, maar die is ondertussen is die valk al teruggekomen. Ja. Ja. Oh, gelukkig. Dus die is met een zendertje opgespoord dan? Ja, vogels kwijtraken gebeurt eigenlijk nooit. We hebben hele goede telemetrie. Aan de vogel zitten zendersets en dan kun je de vogels tot tientallen kilometers kun je ze volgen. We zijn hier op het Biesbos Streekfeest, dus de Biesbos is echt een regio waar volgens mij ook veel roofvogels zijn. Weet je zo uit je hoofd wat daar rondvliegt? Heel veel kiekendieven in de Biesbos, echt een vogel die veel in het riet broedt. We hebben de visarend dan als broedvogel hier. We hebben vaak als dwaalgast de zeearend, de vogel die hier achter me staat. Er zijn dus ook vogels die je kunt tegenkomen, zeker in het winterseizoen. In deze grootte, dus in deze kleur, zie je de Europese zeearend hier ook in het wintergebied vaak rondhangen hier. Ja. Zo, dat is een flinke grote knijterd. Ik heb hem zelf nooit in de Biesbos gezien, maar verblijft hij ook echt in het gebied? Volgens mij niet als standvogel, zo ben ik niet thuis in dat gebied. Maar bij ons in Zeeland dan weet ik ook plaatsen waar ze in de winter geregeld te zien zijn. En als we dus kijken in Nederland, hebben we nou twee koppels van deze vogels gewoon in het wild. Uiteraard is dit een gekweekte roofvogel, want wij werken alleen maar met gekweekte vogels. Vogels uit dierentuinen, vogels van andere valkeniers. Anders mag je die vogels uiteraard niet gebruiken, nee. En vandaag is het enorm warm. Heb je daar rekening mee gehouden met de vogels die je meeneemt of waar je de show mee doet? Ja, ik heb vogels dus die ik van tevoren, voor ik ze ga vliegen, uit de schaduw. Dat ze uit de schaduw komen en dan gaan vliegen. Vogels die ik niet vlieg met zulk weer een sneeuwuil. Die doen geen plezier, die smelten gewoon. Die kunnen daar echt absoluut niet tegen. Maar kijk je bijvoorbeeld naar die raaf achter ons. Die zitten ook met de bek zitten die open. Maar ga nou kijken naar een kraai of een kou in het veld. Die zijn zwart. Die zitten ook allemaal met de bek open. En die zweten eigenlijk net als een hond. Voor ons als Omroep Drimmelen zit het erop. Wij hebben enorm veel leuke shots gemaakt en zijn erg tevreden. Wat heb jij als eindconclusie over dit schitterende feest als mede-organisator? Wij zijn heel erg tevreden. We hebben meer dan 5000 mensen geteld. Het is nog niet eens klaar, er komen nog steeds meer mensen bij. Heel veel mensen uit Drimmelen zijn gekomen, maar ook van ver naar buiten. Dus mede met het mooie weer zijn wij heel tevreden. En volgend jaar weer? Volgend jaar zijn we weer van de partij en dan wordt het nog leuker. Oké, hartstikke bedankt en veel succes nog.